Ja, als een keeper na een 3-1 overwinning voor een camera komt, dan heeft hij of iets gruwelijks fout gedaan, of iets mega opvallends gedaan. Ik wil toch wel even inzetten op het laatste. Hoe pak je nou die bal in die tweede helft? Uh, ja, het is dus een schot van, uh, van de zijkant en het was lastig om hem te klemmen. Dus kijk, klem, pak ik hem klem vast, dan heb je geen zin rebound. Alleen ja, dat was lastig, dus ik was blij dat ik een hand tegenaan kreeg. En daarna zag ik die speler dichtbij me staan en moest ik hem wel vol de vol gooien. En dan was het, uh, ja, ik raakte hij half mijn gezicht, half mijn borst. Alleen ja, op dat moment dan, uh, is er geen kwestie meer van, uh, van nadenken, dan moet je gewoon je leven ervoor gooien. En ja, gelukkig uh, zat ik er net nog tussen en uh, bleef het 3-1. Want als het 3-2 wordt, dan uh, kan het nog lastig worden in de laatste uh, ja, wat was het? 10, 15 minuten. Ja, ik omschreef dus. het als een kamikaze-piloot. Ja, ja, ja die, dat, dat hoor ik vaker, maar ik, uh, zeker in de wedstrijd als ik eenmaal adrenaline in mijn lichaam heb, dan, uh, dan ken ik geen angst meer. Dus dat kwam nu goed uit. Want had ik één tel nagedacht nagedacht: oh shit, misschien komt die bal in mijn gezicht. of ik had wat angst laten zien. dan, ja, dan was het een goal geweest. Dus, uh, ja, dan ja. zeggen ze vaak: keepers zijn een klein beetje anders, een klein beetje gekker. Is dat dan een beetje de gekte dat je nu bij een 3-1 denkt: van, ik gooi mijn leven ervoor, zoals je het zelf zegt? Uh, ja, ik weet niet of het per se gek is. Want als je kijkt naar wat voor duels wij gespeeld hebben. Als je kijkt naar uh, duels van, ja, achterin ook, we hebben zoveel duels gespeeld en gewonnen. En, dan is het ook dat we vol Paul Kok, een paar keer, uh, Raoul Keij ook dat ze vol erin kleunen. En ja, ik moet als keeper hetzelfde doen. En uh, het is wel heel erg in mijn spel ook. En uh, ja, wat ik zei, je moet er niet bij nadenken. En natuurlijk kan het wel eens een keer zijn dat je uh, een balkijt in je gezicht krijgt wat je pijn hebt. Maar ja, dat, dat hoort bij het uh, voetbalspel. Is geen deuk, toch? Nee, nee, gelukkig niet. <laughs>